Welkom. Welkom. Nieuwe podcast van hardlopen. Ik ben zojuist eens hardlopen. Terug op het fietsje uitgenodigd om 5 kilometer verderop te gaan hardlopen. Natuurlijk doe ik dat. Het is gewoon super leuk met z'n tweeën even. We hebben 12 kilometer gemaakt rustig aan. En dat was gewoon genieten. Nu ben ik op de fiets terug. Zoals je wellicht hoort, het waait. Sorry daarvoor. Ik denk dat ik zo meteen wind mee heb. Dan wordt het beter. En ik wil nou de microfoon ook een beetje zo houden. Het gaat erom, ga je hardlopen als het regent? Als ik de hardloopgroep die we hebben mogen geloven, of mag geloven, de groep, zeg maar de opinie in de groep, dan gaat iedereen hardlopen als het regent. Het oude Hollandse motto, regen of geen regen, en vul maar in, ik ga wel, maakt me niet uit, hardlopen zal ik, ik heb gepland. Dat wordt, dat hoor je alleen maar eigenlijk. Misschien censeer ik een beetje, maar dat hoor ik heel veel. Maar op het moment dat ik ga hardlopen in de regen, en ik ben altijd redelijk eerlijk, want ik loop liever als het droog is dan met regen. Maar als ik dan ga hardlopen in de regen, zoals nu, dan kom ik dus geen één loper tegen. Dan zul je denken, is dat zo bijzonder? Misschien kom je sowieso wel geen loper tegen. Ja, maar dit is echt gewoon een heel populair rondje hier in de omgeving. Waar je gewoon zo s'avonds echt gewoon zeker een man of 20 tegenkomt. En ik kom gewoon niemand tegen. Wij met z'n tweeën en de rest niemand. Dit is geen kritiek, dit is gewoon constatering. Maar het heeft wel veel te maken met als jij het verschil wil maken. Als je echt naar je doel toe wil. Dus je wil die half marathon lopen. Je wil die misschien 5 of 10 kilometer lopen. Misschien wil je afvallen of stoppen met roken. Of een combinatie van die dingen. Of totaal niet, je wil gewoon lekker bezig zijn met je conditie. Dan gaat het erom, vooral natuurlijk in ons land, waar laat je je door tegenhouden. En wat mij dan opvalt is dat de praktijk mij gewoon laat zien, en dat is niet nu één keer, dat is echt jaar op jaar, dat als het regent, dan kom ik dus geen loper tegen. Andersom, je zult mij ook minder snel tegenkomen, ben ik gewoon eerlijk in. Alhoewel, als ik gewoon ga, als ik het in mijn hoofd heb, dan ga ik wel. En meestal ga ik dan wel... Ja, misschien iets later of... Nou, ik denk dat de 3/4 van de keren wel gewoon ga. De ene keer dat ik denk van, ik heb gisteren nog gelopen. Het stond ook een hersteltraining op het programma. Dan kan het zijn dat ik hem gewoon cancel. En ik vind het niet erg. Maar als je wel, zeg maar, gewoon een doel hebt en je moet erheen. En het regent bijvoorbeeld een hele week. Ja, het regent nooit een hele week. Hè. Feitelijk regent het altijd maar 1 uur of 2 per dag. Maar dan zeggen mensen, het heeft de hele dag geregend. Misschien 2, misschien overdrijven. Misschien regent het soms 5 uur op een dag. En dat is wel in het hoofd van de mensen wel van het regent de hele dag. Maar dat is natuurlijk helemaal niets van waar. Je kunt dan ook gewoon tussen de buien doorlopen, zoals ze zeggen. Doe dat dan. Of ga dan toch gewoon in de regen lopen. Heerlijk om gewoon... Daarna heb je vaak nog een lekkerder gevoel dan wanneer je in het droog weer hebt gelopen. Want jij was toch maar die bikkel die bent gaan lopen. Dat is eigenlijk de enige korte message in deze podcast. Doorzetten, gewoon gaan, gewoon hardlopen, gewoon doen. Ik ga nu lekker terug. Ik moet nog 1 kilometer of 2. En lekker douchen. En genieten van deze mooie hardloopronde. Ik ga direct even in de Facebookgroep kijken. Zit je nog niet in onze Facebookgroep? Helemaal gratis, gewoon deelnemen. We verwelkomen je. En je kunt zeker zijn dat we je flink zullen motiveren om je doelen nog meer te bereiken. Loop ze en tot een volgende podcast.